Het prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België bewaart een rijke collectie tekeningen en prenten van de uitgeverij van Hieronymus Kok. Samen met enkele cruciale bruiklenen uit binnen- en buitenlandse collecties zijn deze kwetsbare werken uitzonderlijk te zien in M. Hieronymus Kok kreeg een opleiding als schilder en hij begint vanaf 1548 in Antwerpen met het uitgeven van prenten. Hij werd daarvoor bijgestaan door zijn echtgenote Volksken Dirks. En zij zal na zijn dood in 1570 de zaak eigenlijk nog 30 jaar lang tot in 1600 blijven voortzetten. Een zeer sterke zakenvrouw die toch in moeilijke tijden, we zitten dan in de tijd van de 80-jarige oorlog, die zaken met groot succes weet verder te zetten. Zij opereerden eigenlijk van in het huis in de Vier Winden, of au Quatre Vents. En dat bevond zich op twee verschillende plaatsen, successievelijk in Antwerpen. Steeds in een hoekpand, zoals het hier ook is afgebeeld. En hier krijg je eigenlijk een soort imaginair zicht, een ideaal beeld van hoe die winkel er ook in werkelijkheid wel zal hebben uitgezien. Dus op een hoek gelegen zit Hieronymus Kok in de deuropening staan en zijn vrouw Volksken Dirks achter de toonbank. Het is ook een imaginair zicht op een eigenlijk ideale architectuur die door Vredeman de Vries was ontworpen en die met name door de prenten van Hieronymus Kok over heel Europa bekend zou worden en heel erg veel zou nagevolgd worden in de architectuur in de tweede helft van de 16e eeuw. Deze reeks met zichten werd door Hieronymus Kok eigenhandig geëtst. En ze geven een heel goed beeld van de belangstelling die men had in het midden van de 16e eeuw voor de resten van het antieke Rome. Er werden vele reizen ondernomen naar het zuiden, naar Italië, met de bedoeling met het erfgoed van de oudheid kennis te maken. En voor diegenen die eigenlijk die reis niet konden ondernemen of er een herinnering aan wilden meebrengen, waren er reeksen zoals deze van Hieronymus Kok beschikbaar, waarin die antieke ruïnes worden weergegeven. Ze hebben dus ook een heel grote invloed gehad. Ze waren heel erg geliefd. Vanuit de Vier Winden coördineerde Hieronymus Kok de financiering en de aanmaak van meer dan 1000 koperplaten, prenten om af te drukken, meestal kopergravures. Hij deed dit door modeltekeningen te bestellen bij kunstenaars. Aan de hand van een ontwerptekening ging de graveur de gravuren uitwerken in de koperplaten. Hij ging met een burijn eigenlijk diepe groeven uitsnijden. Die werden dan vervolgens met inkt gevuld. Die inkt werd dan afgeveegd van het oppervlak van de plaat. En in die groeven bleef de inkt achter. En dus onder druk van de rolpers, van die zware rolpers, werden er dan steeds afdrukken gemaakt, werd die inkt uit die groeven uitgeperst en kwam die op het papier terecht. Hieronymus Kok deed eigenlijk van het begin af aan een beroep op de beste graveurs en kunstenaars die er te vinden waren. In 1550 haalde hij Giorgio Ghisi uit Italië. Dat was een van de absolute stergraveurs van dat moment en die zou voor Kok een aantal prenten maken naar meesterwerken van de hoogrenaissance. Waaronder deze naar Raphaël, de school van Athene, die naar het beroemde fresco in het Vaticaan is uitgevoerd en die eigenlijk een groot publiek voor het eerst liet kennismaken met een cruciaal hoogtepunt van de Italiaanse renaissance. Hieronymus Kok is eigenlijk de grote ontdekker geweest van het talent van Pieter Bruegel. Hij heeft bij Bruegel eigenlijk een heel groot aantal prentontwerpen in opdracht gegeven. Onder de vele schatten die we hier van Bruegel in de Koninklijke Bibliotheek bezitten, is dit een van de topstukken. Het is een voortekening van de hand van Bruegel zelf voor de prent Luxuria, dus de wellust uit de reeks van 7 hoofdzonden. We zien hier eigenlijk Bruegel echt aan het werk. Op zijn typisch Bruegeliaanse manier stelt hij dat allemaal heel erg bosjaans en burlesk voor.
En hij heeft hier ook niemand willen sparen, dus hij heeft ook een geestelijke weergegeven onder de ontuchtbedrijvers. Eigenlijk is afgebeeld met een mijter. En natuurlijk heeft Jeronimus Kok later in de gravure die mijter laten wegvallen en die vervangen door een gewone hoed, omdat de kritiek op de kerk werd in die tijd helemaal niet geaccepteerd. Hieronymus Kok, de Renaissance in print. Van 14 maart tot en met 9 juni 2013 in M Museum Leuven.